In de serie Brandmeester volgen we de vrijwillige brandweer in Driebergen-Rijsenburg. Zo'n 200 keer per jaar rukken ze uit. Deze week zien we hoe het korps zich bezighoudt met de psychische gevolgen van ingrijpende ervaringen. En we maken kennis met Rebecca, de enige vrouw in het korps. Maar wat gebeurt er als de piepen gaat? Haar man Vincent is beroepsbrandweerman in het ziekenhuis en ook vrijwilliger in Driebergen. Dinsdagavond, oefenavond. In de stromende regen gaan de mannen van het korps erop uit. Hoe leuk! Oké, beste luidjes aanwezig hier. Oefenleider Vincent vertelt de mannen dat er deze avond hoge druk en lage druk aflegsysteem op het programma staat. Yes! Hoge druk gereed maken. Hoge druk gereed maken. En voor jullie is de opdracht hoogstmaster gereed maken. Nou, ze oefenen hier het basisaflegsysteem. Dus gewoon weer even de handelingen doornemen, wat ze aan het begin van hun opleiding, toen ze bij de brandweer kwamen, ook geleerd hebben. Dat moet natuurlijk regelmatig herhaald worden om de handelingen te beoefenen weer, om die vaardigheden weer even eigen te worden. En dat betekent eigenlijk gewoon aflegsysteem, betekent eigenlijk gewoon het water zo snel mogelijk van het waterwindplaats naar de plaats van de brand te krijgen. Hoge druk afleggen. Hoge druk afleggen. Naar die boom daar. Het water halen ze nu uit de ondergrondse brandkraan en dat is gewoon van het waterleidingnet. En dan gaat het eigenlijk via die vulslangleiding, noemen we dat met een mooi woord, gaat het richting de pomp. En in de pomp wordt het weer op druk gebracht en dan gaat het weer naar buiten toe en dan komt het via de hoge drukstraal die je hier ziet liggen, die zwarte slang, komt het zeg maar bij de straalpijp en dan kunnen ze de brand gaan blussen. Dan wordt er nog geoefend met schuim in plaats van water. Om eventueel bijvoorbeeld een vloeistofbrand te blussen, die ze dan afdekken met schuim. Ja. Als na deze oefening alles weer is ingepakt, verhuist de ploeg naar de andere wagen, waar ze aan de slag gaan met het waterkanon. Maarten is ondertussen in de leer voor pompbediende en dat is ingewikkelder dan het klinkt. Ja, ik loop wel een beetje de zijde nemen. Nee, ze wilden eerst water hebben, toen was het water weer af. Voor hun zit de oefening erop, dus hier en daar wat deksels losgedraaid, zag je dat? Waardoor ik het water over me heen kreeg. Ja, natuurlijk is het niet zijn schuld. Nooit? Nee, natuurlijk niet. Nooit. Ga het opruimen. Jij bent klaar zo? Water de pomp inpakken. Vincent evalueert met de mannen wat ze gedaan hebben en de oefenavond zit er weer op. Een brandweerman in hart en nieren. 'S Avonds en in het weekend rukt Vincent uit als vrijwilliger in Driebergen. En overdag werkt hij als beroeps in het Utrechts Medisch Centrum. We zijn hier in de interne kazerne van de bedrijfsbrandweer UMC. Hier pak ik dus mijn spullen, mijn pak, mijn helm, portofoon. En dan ga ik naar mijn werkplek toe. Ja, dit is onze brandweerautootje, zeg maar, kleine, de spijkstraal genoemd. En dit autootje is ideaal geschikt om intern uit te rukken. Past in de lift, hij gaat makkelijk door de gangen heen. Hij kan in elk hoekje, gaatje onderhand van het hele complexe gebouw hier, kan die komen. Vincent heeft als brandweerman ook te maken met het calamiteitenhospitaal. Dat wordt gebruikt bij rampen of grote ongelukken, maar staat gewoonlijk leeg. Regelmatig wordt een grote ramp nagebootst om te oefenen. En dan moeten Vincent en zijn collega's ervoor zorgen dat het hospitaal binnen een kwartier opengesteld is. Openstellen betekent in principe dat wij alle computers moeten gaan opstarten. De verlichting, bedden klaarzetten in de ambulancesluis. Dus eigenlijk alles wat op dat moment nodig is om de slachtoffers op te vangen. Tijdens de laatste oefening kwam er ineens een echte melding binnen. Er was een busongeluk gebeurd op de snelweg bij Muiden en de slachtoffers werden naar het calamiteitenhospitaal gebracht. Ja, dat was even omschakelen. Dus we moesten eigenlijk vanuit de oefensituatie overschakelen naar een echte situatie. Ons deel was klaar, maar de oefening hier binnen het calamiteitenhospitaal op de afdelingen die was nog in volle gang. Ja, de lotenslachtoffers die moesten natuurlijk gelijk het bed uit en die hebben ook meegeholpen, hoor, perfect meegeholpen om de boel zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Het kan zijn dat er in één keer een aantal zaken tegelijk. Een brandmelding, dit betreft een brand. En ik krijg een brandmelding. Blijf kijken, straks ziet u wat er aan de hand is in het UMC. 601.
Bouwdeel, Ferdinand, 0 Kelder 601. Mama. Ja. Ik ging ook nog in de boeken. Bij de boeken. Bij de boeken, in de boekhoek. In de boekhoek. Boekjes lezen. Rebecca van Gerwen is de vrouw van Vincent en zit ook bij het Driebergse Brandweerkorps. Al 10 jaar. Momenteel is ze de enige vrouw. Nou, wat gebeurt er als de piepen gaat? Dan? Naar oma bellen. Gaat Jordi oma bellen, hè? Ik was niet echt iemand die binnen zit en een pop pakt en met pop gaat spelen in de pophoek. Ik ging ook dat vroeger naar school, of eerder naar school, want dan kon ik met jongens mee voetballen. Dan waren er wel meer meiden hoor, die dan ook wel wat eerder kwamen en dan ook wat gingen voetballen. Maar ik hoorde daar dus ook wel bij. Mam? Ja, meisje, zeg het eens. Waar ben jij? Ik ben hier. Ik hoor jou. Hoor jij mij? Ja. Ik hoor jou ook. Rebecca heeft de ene week avonddienst en Vincent de andere. Ja, het vergt wel even wat organisatie. En mijn moeder die springt ook aan alle kanten bij, dus dat is wel belangrijk. En ze zijn nu natuurlijk groter en hoe groter ze worden, kan je ook wel steeds meer van ze verwachten. Gaan we naar school. Nou, gaan we naar binnen, want het regent. Zo, kom maar. Dag jongen. Veel plezier. Doei. Doeg. Zij kijkt al niet meer. Deze hier, dat ben ik. Met een veel te grote pak, broek die bijna opgerold moest worden. En dat was meer van waar wandelt dat pak naartoe dan dat ik ergens heen ging. En iedereen wil zo snel mogelijk bij brand en vuur weg zijn. En ja, als brandweer ga je natuurlijk naar binnen en zoek je het eigenlijk op. Dat is eigenlijk een beetje tegen de natuur in. Er is een beknelling aan de traai, was dit. Die voorste hier, dat ben ik. En dat achter is Herman de Jong. Nee, ik herken geen angst. Het is wel de spanning en adrenaline. En misschien vergeet je daardoor wel angst. Of misschien heb ik nog wel niet iets meegemaakt waar ik bang voor zou kunnen zijn. Misschien komt het nog. Nee, op dit moment heb ik nog geen angst ervaren. Wel adrenaline, maar dat hebben we altijd. Zodra de piepen gaat, dan hebben we allemaal adrenaline. En dan gaat alles heel snel en dan kan elke seconde tellen. Ja, als de kazerne binnenkomt, dan is het eigenlijk, het is oud en vertrouwd. Hè? En je komt binnen en je doet je ding en je maakt hier ook wel het een en ander mee. Dus het is wel een plek waar je naast thuis wel veel en regelmatig komt. Hier hangt mijn pak. En ik heb hier een eigen masker naast liggen. Omdat die andere maskers zijn voor mij ietsjes te groot. Deze zijn wat kleiner. En, want die andere maskers die willen nog wel eens bij mij lekken. En deze niet. Dus ik heb eigenlijk altijd standaard bij een uitruk. Als ik mijn helm zo eraf trek. Want die flap die hangt bij mij altijd naar beneden. Zodat ik er makkelijk bij kan. Pak ik ook standaard een masker mee. Omdat mijn masker niet standaard op het voertuig ligt. En ik heb standaard gewoon een clip in mijn zak zitten. Bij een uitruk doe ik mijn clip in mijn haar. En dan valt alles onder me overal. En dan ben ik uitdruk gereed. Nou ja, als vrouw heb je geen andere taken. De taken zijn allebei hetzelfde. En als je ergens bent, wordt gewoon van allebei hetzelfde verwacht. Ik ben natuurlijk wel klein. En boven je macht werken, dat is natuurlijk wel is niet echt bevorderlijk. Dus, maar goed, de kleinere mannen onder ons die hebben ook datzelfde probleem. En dan kan je wel gebruik maken van iemands lengte. En zegt van, nou neem ik het even over. En dan doen zij het. Ja, je moet wel wat kunnen dragen, dat wel. Ik heb zelf ook wel wat trucjes aangeleerd. Dat als ik hem even ergens op kan steunen, hè, onder mijn schouder of op mijn knie, dan is hij ook al snel wat minder zwaar. Dus dan een spreider. En dit is dan de schaar. Ja, klein zijn is ook wel eens een voordeel. Ik kan echt een hele tijd terug, was er eens een keer een klein incidentje bij een wasmachine. En dan moest je echt bovenop klimmen, onderdoor klimmen. En ja, dat was het toch wel handig dat ik daar dan precies tussendoor paste. En dat ik er dan bij kon. Ja, je past je leven er wel op aan. Ja, je bent natuurlijk, vaak beschikbaar. En helemaal nu de kinderen op school zijn, ben je overdag ook makkelijker beschikbaar. En ze worden groter, dus je neemt ze ook makkelijker mee. Dus ja, je bent eigenlijk altijd wel bezig en de avonden weet je ook van nou als die gaat dan ga je weg en iedereen is zich dan maar aan te passen. Masker pak dicht.
En flappen doen we meestal het voertuig dicht. En dan heb ik het nu nog niet eens snel gedaan. Nee. Een paar weken geleden vertelde Demis Jansen over zijn ervaringen als brandweerman. Het grootste gedeelte is toch wel leuk, zeg maar, bij de brandweer. Maar helaas natuurlijk ook dat er wat minder leuke dingen gebeuren. Gelukkig niet zo heel veel. Dat kan je redelijk een plekje geven. Maar alleen als het met kinderen te maken heeft, dan wordt het een stuk vervelender. Een maand later is Demis in de brandweerkazerne voor een bijzondere oefenavond. En die avond heeft alles te maken met wat Demis toen vertelde. Was een meisje van 14 die verongelukt is op het spoor. Eigenlijk een jaar later hebben we weer een dodelijk ongeval gehad. En dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Eigenlijk na afloop kunnen wij als brandweer alle hulp krijgen. Maar dat is heel erg moeilijk, want je komt terug van zo'n uitruk. Je moet het eigenlijk zelf nog een plaatsje geven, verwerken. Maar meestal komt het dan later. En dan wordt het eigenlijk voor jezelf heel erg moeilijk om je vinger op te steken van jongens, ik heb hulp nodig. Jeroen Blanchard geeft trainingen over schokkende gebeurtenissen en traumaverwerking. Naar aanleiding van het verhaal van Demis heeft het Korps Driebergen hem uitgenodigd om er vanavond met het hele team over te praten. Maar eerst praat hij nog even met Demis alleen. Eigenlijk als je dan inderdaad hulp zoekt, dan is via het vertrouwenspersoon, die stuurt je door naar een psycholoog. De psychische problemen waar Demis mee kampt, had hij alleen nog maar besproken met zijn vriendin Bianca en met zijn psycholoog. Zijn collega's wisten van niks, maar Demis vond het tijd om erover te praten. Ja, en dan kies je gelijk voor de televisie maar. Ze geeft natuurlijk een interview en dan kom je vanzelf los. Ja. Ja, dan ga je toch gewoon vertellen zoals het is. Ja. Als ken ik de plaats en de tijd om rijp te vertellen. Ja. 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 Maar ook gebaar, dat klinkt ook misschien. Maar ook gewoon naar Bianca toe van, ik ben hulp gaan zoeken. Ik wil het ook gewoon laten merken aan de buitenwereld dat het fenomeen er is. Ja. En dat ik er last van heb. Ja. En dat ik natuurlijk ook anders zou kunnen reageren als dat ik normaal doe. Ja. En dat ze toch ook wel een soort van, hou me een beetje in de gaten. Ja, laten we elkaar in de gaten houden. Ook allemaal een heel klein hartje. En er moet ook ruimte zijn om het verdriet om de gevoelens kwijt te kunnen. Ruwe bos is blanke pitten allemaal. Ja. Jeroen heeft al jaren te maken met ruwe bolsters. Hij begeleidt militairen en hulpverleners in risicoberoepen. Er komt pas de film voorbij. Dus vaak denk ik van is het te vroeg of moet je dat een week later doen? Uiteindelijk volg je de tempo van degene die het meegemaakt heeft. Ja. Demis heeft het meegemaakt en was heel openhartig over zijn gevoelens. Hoe kijkt hij daar nu op terug? Ja, de reacties op de uitzendingen van RTV waren zeer positief. Zowel van mijn collega's hier uit Driebergen als van collega's in het hele district zijn zeer positief geweest en ook allemaal zeer behulpzaam. Maar ook mensen hier uit het dorp ook vragend stellen en ook heel erg belangstellend. En dat ze het heel erg knap vonden dat ik dit gedaan heb. Dus zeer positief. Ja. Hey, Jeroen. Ja. Hey, Jeroen. Hi. Hoi. Jeroen. Hoi. Jeroen. Hoi. Jeroen. Dan wil ik eigenlijk nu het woord geven aan Jeroen Blanchard. Mede naar aanleiding van de uitzending aflevering 4 van RTV Utrecht, waar Demis een verhaal heeft gedaan en waar ook reacties van collega's op geweest zijn om daar eens extra aandacht aan te besteden. En die aandacht willen we vandaag nemen. Ik hoop dat het een interactief avond wordt, dus neem de ruimte ervoor, stel je vragen, maar lever ook je eigen bijdrage eraan. Dankjewel. Wij richten ons met name op dienstverlening voor geuniformeerde risicoberoepen. En van oudsher zijn het veteranen geweest. Maar we richten ons steeds meer ook op politie, ambulance en brandweer. Ik werd hier net al gevraagd, wil je erover praten? Huh? Staat er weer zo'n geitenwolle sokkenfiguur voor de groep? Dat ben ik niet. En die inzichten zijn ook wel enigszins veranderd. In die zin is het... Het zijn sloffen trouwens.
Het is niet meer zo dat je zomaar over dingen gaat praten. Dat je met je collega's, als je iets meegemaakt hebt, dat je gelijk gaat uitvragen van, goh, hoe heb je dat dan ervaren? Wat was je gevoelens erbij? En eigenlijk moet je nachtmerries hebben, moet je huilen. En als je dat allemaal niet doet, is dat niet best voor je verwerking. Daar zijn ze allemaal van teruggekomen. En waar ze eigenlijk van uitgaan nu, is het natuurlijk herstelvermogen van jou als persoon zelf. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Alleen de uitzending van Demis, dat maakt ook wel kenbaar dat dat kwetsbaar is. Omdat je misschien als collega wel eens dingen mist van elkaar. Dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het over schokkende gebeurtenissen kunnen hebben. Ik heb toestemming van Demis gekregen om even een klein stukje uit die aflevering nog terug te halen. Er staan wat kreten bij en dan gaan we daar zo direct op door. Dat is ook de cue voor Annabel om even het pand te verlaten. En dan gaan we gewoon met elkaar gaan we stilstaan bij wat zijn schokkende gebeurtenissen, welke gevolgen heeft het op lange termijn. Ja. Uit de reacties achteraf bleek dat het een bijzondere avond was, waarbij de wens werd geuit om ook voor de partners een dergelijke avond te organiseren. De basis is een centrum waar militairen en hulpverleners terecht kunnen na een ingrijpende ervaring. De stichting verhuisde onlangs naar een nieuw gebouw in Doorn dat geopend werd door prinses Beatrix. Brandweercommandant Gerard van Leeuwen is als oorlogsveteraan nauw betrokken bij het centrum. Jeroen is in dienst van de basis. Want jouw eerste contact met de basis had dus echt met Libanon te maken? Ja, de terugkeer. Niet zozeer vanuit je brandweerschap, maar echt weer zien met Libanon. Ja. Van 1975 tot 1991 woedde er een burgeroorlog in Libanon. Gerard was een jaar lang onderdeel van de vredesmissie UNIFIL van de Verenigde Naties. Voor de verwerking van zijn inzet in Libanon kwam Gerard terecht bij de basis, waar nu ook soms brandweercollega's rondlopen. Ik had een wereld van de brandweer waar ik in leefde, maar ook een wereld in het veteranen waar ik in leefde. Het waren twee gescheiden werelden. Ja. Het gaf een veilig gevoel bij de basis, maar ook het veteraneninstituut. Ik zie dat als één eigenlijk. Het zit allemaal onder één dak. Ja. En je hebt daar ook je vrienden, ook Libanon-veteranen die je daar tegenkwam, waar je over praat. En naarmate jullie je programma voor geuniformeerden opzetten, zag ik ook brandweercollega's hier binnenkomen lopen in diezelfde huiskamer. Dat gaf wel even een schakelmoment, dat je in een veilige omgeving ook weer collega's tegenkomt die je eigenlijk vanuit een andere omgeving kende. En die in die veilige omgeving ook rondwandelen. Ja. Maar ik zie dat dat goed doet. Dus eigenlijk die twee werelden die eigenlijk apart waren, die kwamen hier bij elkaar. Die komen hier bij elkaar, Dus. En wat maakt dan dat? Wat maakt hier goed dan? Wat is hier? Wat maakt het hier prettig om koffie te drinken? Dan je wordt gehoord hier. En iedereen neemt tijd voor je hier. Ja. Bij de basis worden groepsgesprekken gevoerd, maar er kan ook worden gesport. In de huiskamer kunnen mensen elkaar ontmoeten of gewoon een biljartje leggen. Daarnaast is er in de tuin een nieuwe gedenkplaats gemaakt. We wilden nu eigenlijk een bredere gedenkplaats, maar ook voor alle doelgroepen. Dus je kunt je voorstellen dat je hier gedenkingen plaatsvindt die ook voor politie, brandweer en ambulance voor grotere incidenten. Daar terugkijken en herdenken waar misschien kameraden verloren zijn of familieleden of welke vorm dan ook. Ik heb wel het gevoel erbij dat het voor vele veteranen een waardevolle plek wordt, dit. Ja, het is natuurlijk allemaal heel nieuw, maar ik denk wel dat hier mooie momenten plaats gaan vinden. Waar mooie herdenkingsmomenten en de weet je nog vraag regelmatig terugkomt. Nou, stilstaan bij, waar staan we nu? Dat brengt je terug in de tijd dat je gediend hebt en dat zet je ook terug in incidenten waarvoor je eigenlijk hier bent. Dat merk ik nu pas op, omdat die tekst er nog niet zo lang staat. Nee, die tekst staat er inderdaad nog niet zo lang. Nee, weet je nog. En wat gebeurt er dan? De vraag nou, ik ga wel terug naar incidenten nu tijdens het gesprek. En dat is wel, het werkt, laat ik het zo zeggen. Stop. Ja, het is een goede vraag. Want iedereen, ik stelde hem gisteren ook, hè? Weet je nog de eerste keer? Ja. Weet je nog je eerste overledene? Dus mensen hebben altijd een weetje nog. Maar tijdens het praten met elkaar zit ik daar, zag ik die tekst staan, het drong tot me door. Dan zit ik ook naar incidenten in Libanon weer terug te denken, maar ook naar brandweerincidenten. Ja. Want dat is dus de vraag, weet je nog? Ja.
We gaan iets warms drinken. De bevelvoerder is onderweg, over. Terug naar brandweerman Vincent in het UMC. Tijdens het interview over zijn werk gaat de pieper af. We krijgen nu een daadwerkelijke melding, brandmelding. Op de F-kelder. Voor de rest is er nog niks bekend, dus we gaan even kijken. Ja, de kelder. Kelder. Verzamelen F00. Moet je daar naar beneden? En dan, zoek hem op. Meldkamer, wij zijn via de liftplein F00 zijn we de kelder in gegaan. Is het de mogelijkheid dat u ons gidst naar de juiste plek toe, over? Ja, ik ga met je meekijken, een momentje. Ja, dit is technisch laag, dus dat is heel groot. En hier zou ergens een melding vandaan komen. Dat is even zoeken. Het is aan de zuidkant, zuidoost. Ik stuur nu die mensen die kant op, over. Ja, gedeeltelijk kan ons wat op, over. Je moet geen zwakke rug hebben als brandweerman bij het UMC. De rookmelder die is afgegaan zit toch in een andere ruimte. Een clubje collega's is het onderzoek daar al gestart. Ik ben inmiddels op de plaatsenmeldkamer. Ik ben even op de tekening aan het kijken. Ik wacht ook even de informatie af die ik van mijn manschap krijg die daar binnen is gegaan, over. Heb je nog een oorzaak voor mij, over? Nee, oorzaak is nog niet bekend. We zijn nog aan het onderzoeken, over. We ruiken nu niks. We zien niks. Ik denk dat het gewoon een vlaag stof van bovenaf geweest is van het bouwgebied. We zijn net beneden geweest, er was niks te zien. We werden erop geattendeerd dat er wel ergens een gat zou zitten. Dus het zou stof van 00 kunnen zijn, bouwgebied. Dus we zijn nog even aan het onderzoeken, over. Vincents collega's hebben de boosdoener inmiddels gevonden. En deze melder die zat helemaal dicht met stof. Ja. En dit is ook de kant, aan deze kant hing die vanaf die schacht. En daar zit ook die luchtbehandeling, die blaast het stof zo die melder in. Ja, precies. Dus deze kant zat bijna helemaal dicht. Oké. Die gaan we vervangen en dan moet het weer goed zijn, hoop ik. Volgende week in Brandmeester vertelt vrijwilliger Teus hoe hij zijn werk als slager combineert met het korps. En oefenen de drie Bergenaren hoe je een auto openknipt na een ongeluk. Er ligt er nog één in, maat. Ja, hoe is het met je? Heb je ergens pijn? Ja,